Momentje. Vanavond in Overtreders. List en bedrog in Rotterdam. Wie is dit? Dat ben ik. Oké. Okay. Hoe komt het nou dat dat een compleet andere achternaam is? Probeer dat eens uit te leggen. Bij een alcoholcontrole in Zeeland schiet een auto er vandoor. Zien we ze switchen? Weten ze hem te pakken? 40 euro. Ja, aan hem. Betaal maar. Ja. Ik heb nog steeds een drukke rekening staan, dat zal niet worden. En deze jongen brengt zijn date in de problemen. Dit was jouw fucking idee. Ja. In Rotterdam staan RET-handhavers Remco, John en Fred klaar bij een tramhalte. Is iedereen netjes ingecheckt? We stonden hier op de halte, hadden net een melding afgerond. Er kwam een trammetje binnen. Dan zag ik een persoon die sprong eigenlijk op toen hij ons zag. Dus, die wilde ik graag even controleren. Toen ik naar de deur toe liep, toen liep hij gelijk naar een andere deur en weer terug. Dus daar was iets niet in de haak. Ik heb geen ID bij me. Iets anders met je naam erop? Nee, ook niet. Bankpasje, zorgpasje, schoolpasje? Nee, maar ik kan wel gewoon mijn adres geven waar ik woon. Ja, dan gaan we naar buiten lopen. Ja. Ik ga je wel vasthouden, want ik wil niet dat je gaat rennen. Je telefoon bij je, zie ik, hè? Gaan we naar de Abri, dan staan we droog. Geef je telefoon. Waarom, meneer? Ik wil niet op camera. Maar als je telefoon even geeft, dan komt het helemaal goed. Ja, dan heb ik geen zin in wegrennen. Ja, natuurlijk, ja? Maar ik wil niet op camera. Dan sta je droog, komt dat goed. Meneer, die had geen geldig vervoersbewijsje. Dus we hebben hem mee naar buiten genomen, naar de Abri. Daar wilde ik hem fouilleren. Nou, als je hem gewoon openmaakt, dan kunnen we even kijken wat je aan de binnenzijde hebt. Ja, ga ik even aan je jaszakken voelen of dat ze leeg zijn. Waarom? Nou, omdat ik zeker wil weten. Is ter overtuiging. Het is niks geks. Ja, is goed, maar moet niet. Is goed, maar kijk meneer, hij trekt. Nee, jij doet zelf. Jij gaat naar buiten. Maar hij trekt aan mijn dure jas, hè, meneer. Hij trekt niet aan je jas. Meneer, hij trekt aan mijn dure jas. Hij trekt niet aan je jas. Hou je hand even uit die jaszak. Is goed, maar mag ik het zelf uittrekken, alsjeblieft? Ja, ook goed. Trek je jas uit. Mag ook. Je kontzakken, zijn die leeg? Ja, duidelijk. Oké. Heb jij een fotootje van je ID-kaart op je telefoon? Dat misschien? Nee? Ook niet. Okay. Wat is je achternaam? Ik heb meneer nog een aantal keren gevraagd dat je een identiteit bij zich had. Of dat misschien je ter plekke gebracht kon worden. Dat bleek allemaal niet mogelijk. Dus uiteindelijk ben ik het gaan doen met de gegevens die meneer mij opgaf. Oké, je geboortedatum? 25-08-2008. Ja, zijn gegevens komen er niet uit, dus dat is wat lastiger. 25-08-2008. Ja. Ik heb ze mijn adres ook niet gevonden, maar kon het toen. Maar toch hebben ze die boete gestuurd naar mij. Ik had die boete gewoon gekregen, heb ik gewoon betaald. Nee. Was nog 3 weken terug, 4 weken terug. Nou, misschien is het even handig dat je naar huis gaat bellen. Ja. Dat ze iets gaan regelen. Want ik kan jouw gegevens nu niet eruit krijgen. Ik weet niet wie jij bent. Ik kan je identiteit niet vaststellen. Ja. Dus ik moet toch op een of andere manier jouw identiteit gaan vaststellen. Ja. Of je moet de bekeuring nu gelijk betalen. Het is goedkoper en makkelijker. Mag ik even bellen? Stel even van deze kant, ja? Kijk maar, alsjeblieft. Die boas heeft mij gepakt hier bij Meent. Ik zeg tegen mijn adres, maar ze vinden niet op het systeem. Ja, dat weet ik ook niet. En je vader is? Hier, hij wil met jou praten. Ja. Thanks. Hallo, goeiedag meneer. Hallo, ik spreek met John van Erto. Hallo. Zit er geen mogelijkheid in dat u misschien het paspoort hier naartoe kan brengen dan bij de meent? Of anders misschien het geld over kan maken op zijn rekening, dat hij dat kan betalen, 40 euro? Valse gegevens opgeven gaat pijn doen in de portemonnee. Nee, het wachten is nu op een foto van een ID-bewijs die vader gaat sturen. We krijgen hem ook niet uit het systeem bij ons. Hoe spel je ze achternaam, meneer? Hoe spel je dat? Ja? Yeah. Dubbel D. Momentje, ja. 25-1-2006, zegt u, hè? Hey, hoe komt het dat jij een andere geboortedatum opgeeft dan dat jouw vader ons vertelt? Ook mijn geboortedatum niet uit mijn hoofd, toch? Ja, dag. Hoe doet u het, dag? Dag. Kan moment. Toch? Later heeft meneer met zijn telefoon zijn vader gebeld. Een collega die heeft nog gevraagd of dat de achternaam en geboortedatum van meneer inderdaad klopte. Toen bleek meneer al 2 jaar ouder te zijn dan dat hij had opgegeven. Maar ook toen kwamen de gegevens nog steeds niet eruit. Er wordt ook ernstig getwijfeld aan het ID-bewijs wat de vader doorstuurde. Kijk, wat is dat? Wie is dit? Dat ben ik. Oké. Hoe komt het nou dat dat een compleet andere achternaam is? Probeer dat eens uit te leggen. Nee? Oké. Je vader heeft ook een andere achternaam. Ja. Nou, omdat wij er hier ter plekke niet konden uitkomen welke gegevens dat er nu klopten. We konden zijn identiteit niet vaststellen. Heb ik meneer gewaarschuwd dat de volgende stap aanhouden zou zijn. Dat we naar het politiebureau toe zouden moeten.
Nou, daar schrok meneer misschien toch wel van, want ineens stoofde hij een identiteitsbewijs naar voren. Wow. Ja, man. Dat is de liefde. Wordt het nog steeds mee? Nou, voor jou een dure bekeuring. Ik denk drie bekeuringen, hè? Sowieso. Drie bekeuringen? Sowieso, ja. Hoe bedoelt u? 1, geen kaartje. 2, valse naam. Valse naam. En 3, ja, dus, ID-kaart. Ik heb mijn ID nog gegeven, toch? Nee? Ja. Nou, hoeveel keer? Hoeveel moeite hebben we gedaan? Hoe bedoelt u? Ik krijg drie bekeuringen. Stop maar met praten, joh. Het interesseert hem. Het is helemaal goed. Ja. Het was voor mij een leerpuntje. Blijkbaar was het met fouilleren toch niet helemaal goed gegaan. En misschien voor meneer ook een leerpuntje, want die is nu 3 bekeuringen rijker. Wil jij 1 verklaring afleggen waarom dat jij geen geldig vervoersbewijs hebt? Nee. 2, waarom dat jij je identiteitsbewijs niet aan mij toont? En 3, waarom dat jij valse persoonsgegevens aan mij opgeeft? Ik weet niet. Ik heb die valse gegevens, maar daar woon ik niet. Daar woont mijn oom. Ja. Dus ja. Voor alle 3 de feiten ga jij een bekeuring krijgen. Die voor het vervoersbewijs ga je van mij uitgereikt krijgen. De andere 2 krijg je thuisgestuurd van het CEIB. Deze is €54. Niet tonen van je ID-kaart is €109. Ja. En dan komt de grootste nog, het opgeven van valse gegevens. Die is €400 met €9 administratiekosten. Nou ja, en dat heb je nou voor elkaar. Dat je niet gewoon vanaf het begin af aan eerlijk bent. Dat is goed. Wil je me ook zo graag op alsjeblieft, camera? Deze zijn we jou. Die mag je weg vervolgen. Een kaartje kopen had hem een paar euro gekost. Nu is het totaal aan boetes opgelopen tot maar liefst €572. Vader steunde zijn zoon in valse gegevens opgeven. Misschien betaalt hij wat mee. Van onze havenstad naar onze hoofdstad. Daar zijn handhavers Jody en Roes B vandaag samen een koppel. Hier nog eens? Ja. Ze surveilleren door het centrum als ze een man met een stift in de weer zien. Mijn vermoeden is groot. Tijdens onze surveillance kwamen wij een meneer tegen die op een professionele zeil aan het bekladden was. We zagen dat meneer met een stift tekst aan het schrijven was. We hebben meneer even staande gehouden. Nou, laten we eens beginnen met een identiteitsbewijs. Dat is een bankpasje, dat is geen ID-kaart. Nee, maar dat meer heb ik niet. Hè? Meer heb ik niet. Maar hoe moet ik dan weten wie je bent dan? Nou, kijk, hier, medicijnen. Ja. En wat voor medicijnen gebruikt u, als ik vraag, man? Ja? Wat voor medicatie gebruikt u? Astma tegen astma. Oké. Want eigenlijk moet u uw ID-kaart bij u hebben. Ja, dat weet ik, ja. Maar de police kan weer steeds. De police kan steeds kwijt. Heeft u dan niet zo'n pasje met een ketting eraan? Dan kunt u hem om uw nek doen. Ja, dan kunt u hem nooit verliezen. Nou, als u even de handen uit uw zakken doet, ga ik even voelen. Heeft u onder nog een jack aan? Hebben jullie nou echt niet wat beters te doen? Nee, ik doe gewoon mijn werk. Weet je? Doen we allebei wat, toch? Nee, u heeft niks bij u. Ik ga even in uw tas kijken of hier iets in zit. Met een naam. Nou, u hebt medicijnen, zie ik. Staat u ingeschreven hier in Amsterdam? Ja. Wat is uw adres? Ja. Niet handig, hè? Als je geen ID-kaart bij u heeft. Nee, kunnen jullie dat niet opzoeken? Ja, we doen ons best. Maar kijk, eigenlijk... moeten wij vaststellen dat u het bent. Dat is het hele ding. Maar meneer, wat is de reden dat u dit allemaal doet? Want die snap ik niet zo goed. U zegt dat het is een grapje, maar dit is natuurlijk niet netjes, weet je. Mensen leveren de werk aan. De posters kosten ook gewoon geld voor hun. Ja. En nu beklad ze hem. Ze hebben wel een partijtje moeilijk aan het doen. U vindt alleen maar dat wij moeilijk doen? Ja, ja. Dus u ziet niet echt het probleem in? Nee. Het is geen graffiti. Iets onzin. Het is geen tech. Ja, het is verboden om hier te plakken of te kladden. Dat is het gewoon. Je hebt fles op die arm gezet, hè? Ja, maar wat bedoelt u daarmee, als ik eerlijk mag zijn? Ja, wat is de bedoeling? Ja. Verkeersschool VVD. Ja, vind ik een leuke naam voor een verkeersschool VVD. En wat heeft verkeer te maken met deze mevrouw? Huh? Wat heeft het verkeer te maken met deze mevrouw? Daar heeft niks mee te maken met die mevrouw. Ja, dan snap ik de hele bedoeling niet, toch? Wat? Dan snap ik de hele bedoeling ervan niet. Nee, maar het is niet om die mevrouw, maar dat ik ruimte heb. Maar doet u dit in de hele stad? Nee. Niet, dat niet, alleen hier? Soms, heel soms. Oké. Ik wil u best een waarschuwing geven voor deze keer, maar ik wil dan wel met u de afspraak maken dat u het in het vervolg niet meer gaat doen. Mm-hmm. U staat dan ook bij ons in het systeem genoteerd. Dus als je het nog een keertje doet, dan krijgt u een bekeuring voor. Mm-hmm. En die bekeuringen, die kosten €150 per stuk. Mm-hmm.
En dan komt nog 9 euro administratiekosten bij. Dus dat is heel veel geld. Kan ik dat zo met u afspreken, ja, of heeft u er een beetje maling aan? Ja, ik zou wel maling aan hebben. Als u aangeeft dat u er maling aan heeft, dan krijgt u een bekeuring. Betaling. Het is een afspraak die ik met u... 150 euro met 9 euro administratiekosten. Ja. Dus kan ik die afspraak met u maken, nee, of gaat u geen het weer... afspraak, nee. Nou, dan krijgt u gewoon een bekeuring. Dan bent u niet tot antwoorden verplicht. Dan mag u aan mij een verklaring afleggen waarom u dit gedaan heeft. Ja? Ja, wilt u een verklaring afleggen? Ja, dan... Wat voor verklaring? Ja, dat is aan u. Waarom u dit gedaan heeft. Oh. Ja, wilt u wat verklaren of niet? Wat verklaren? Gaat het goed met u? Ja hoor. Ik kon een beetje verward over, vind ik. Ik ben helemaal niet verward. Nee. Maar heeft u een verklaring waarom u dit aan deed? Ja, omdat ik VVD een slechte partij vind. Nou, dat mag. Dat is uw mening, maar ja, dat hoeft u niet. Zo, dat kunt u ook op een andere manier doen, toch? Ja. Weet je, dan kunt u ook gewoon lekker naar de stembus gaan en dan op een andere partij kiezen. Ja, dat ook wel. Ja. Want dit is gewoon zonde. Nou. Vind ik. Toch niet zo bijzonder, hoor, zonder reclame zelf. Ja. Nou, ik denk dat u het niet helemaal snapt. Nee. Dit is niet de bedoeling. Nee. U heeft er een bekeuring voor gekregen. Ja. Eerst volgende keer dat u het weer doet, krijgt u weer een bekeuring voor. Ja? Ja? Moet je gewoon een beetje rekening te houden met mensen, weet je? Ja. En deze post is niet voor de VVD. Nee, nee, is niet voor de VVD. Nee. Het is wel een beetje zonde voor deze mevrouw, vind je niet? Nee, niet. Nou, ik wel. Prima. Ja, mag u weg weer vervolgen. Ja, dat is goed bij ons. Wens ik u nog een prettige dag verder. Ja, 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 dankjewel. De tekst is onschuldig, maar bekladden mag niet. Hopelijk bedenkt meneer zich de volgende keer voordat hij de stift weer ter hand neemt. Snap jij je? Door naar Schouwen-Duiveland, waar er voor automobilisten geen ontkomen meer aan is. Wie op deze rotonde afkomt, weet één ding zeker. Er moet geblazen worden. We gaan zo even een voertuig-recreatiecontrole doen. Vele toeristen natuurlijk even hier in de omgeving. En dan samen met de handhaving gaan wij een controle doen op de inkomende voertuigen hier in Renesse. En kijken of iedereen inderdaad mogelijk niet gedronken heeft of andere zaken. En dat doen we dan samen met handhaving. Ja, want onze handhavers Albert en Mortaza zullen de politie ondersteunen tijdens deze controle. Mag door naar de collega, Fina. Mooi van handhaving is natuurlijk dat zij sinds kort hier ook op Schouwen-Duiveland gewoon stoptekens mogen geven aan verkeersvoertuigen. Dus zij assisteren ons daarbij. En wij laten vanuit onze bevoegdheid dan de mensen allemaal blazen. 100% controle. En dan gaan we kijken wat eruit komt. Naast de handhavers ondersteunt ook de Duitse politie. Dit omdat er in Zeeland veel Duitse toeristen zijn te vinden in de zomermaanden. Hey, moet passeren. Ik wens u een goede avond verder. Zeker, dank u wel. Wens nog, hè? Ja. Hoi, goedenavond. We zijn bezig met de alcoholcontrole. Mijn collega van de politie zal u even laten blazen. Oké, okay. Hallo. Schouwen-Duiveland is een populair toeristeneiland bij de Duitse toeristgangers. De Duitse politie komt dan ondersteunen, omdat die ook in het Duitse systeem kunnen kijken. Oké, okay, fijne avond. De Duitse politie heeft hier dezelfde bevoegdheden als de Nederlandse collega's. Goedenavond. We hebben een alcoholcontrole. Nou, dat mag. Eerste keer of niet? U mag hem zo meteen zelf, vasthouden, mag een kaart uitblazen en dan gaan we zien of u wat gedronken heeft of niet. Nou, als ik u nou vertel dat ik van heel mijn leven nog geen één fles wijn op heb. Oké, okay. Nou ja, misschien een vatje? Wat zeg u? Misschien een vat dan? Tot nu toe werken alle automobilisten keurig mee en passeert iedereen met een P van prima. In orde, kijk eens. Top, dankjewel hè. Prettige avond, hoi. Maar dan... Een auto schiet vlak voor de controle een zijweg in. Zien we ze switchen? Wil de bestuurder snel met de bijrijder wisselen of er vandoor? De bestuurder heeft pech. De zijweg loopt namelijk dood. Achter ons zagen we dat er een voertuig de B-weg insloeg. Op het moment dat hij de signalen kreeg dat hij deze kant op moest komen en moest stoppen, ging hij een andere weg in. De politie is naartoe gegaan en laat hem ons nog blazen. Aan de ontsnappingspoging komt dus snel een einde. De uitkomst van de blaastest laat zich wel raden.
meneer had inderdaad indicatie. Dus aanhouden. Gedronken. Meneer is niet direct aangehouden, maar gaat vrijwillig mee naar het bureau. En dan gaan ze nu een echte test afnemen. Dus, Okay. Hij zei het ook gelijk hoor. Hij zegt: ja, ik heb gedronken, dus ik dacht: ik probeer het. Nou ja, mag. Helaas, wij zijn sneller. Alcoholcontroles zijn er vooral preventief. De automobilisten duidelijk maken dat je altijd gecontroleerd kan worden. 87 auto's werden gecontroleerd. Eén bestuurder mag zich gaan verantwoorden bij de rechter. In Rotterdam gaan RET-handhavers Fred, Remy en Remco het metrogebied in om te controleren. Ze worden daarbij ondersteund door het cameratoezicht dat altijd meekijkt. Al snel wordt een dame gespot die meeloopt door de poortjes en dus niet uitcheckt. Ja, we zien er staan. Goed bezig. Goeiedag mevrouw. Hallo. Mijn collega van cameratoezicht zag u zojuist mee naar buiten lopen vanaf de metro. Ja, ik was eigenlijk met mijn kippen. Ja. Maar zodra u daar voor, binnen de poortje bent geweest, ziet u... Ja, daarom ben ik uitgestapt. Ja. Ja. Oké. Okay. Ik krijg er wel een bekeuring voor. Als u hem gelijk zou kunnen afrekenen, is het 40 euro? Nee? Nou, dan bent u in ieder geval staande gehouden voor het rijden zonder geld voorbij. Zijn we zo klaar. Terwijl Remy en Fred deze kwestie afhandelen, staat Remco beneden bij de roltrap. Ook hij ziet iemand niet uitchecken. Hoi, goeiedag. Zou ik even jullie kaarten mogen controleren? Nou ja, hij wilde er eentje verkopen. Hey, sorry. Had ik het toch goed gezien, want ik dacht dat jij niet uitcheckte. Ik stond in de halve meter van Maashaven. Dan zag ik bij de poortje iemand die niet uitcheckte. Ik ben naar beneden gegaan. Ik heb die dame aangesproken. Wat ik zag klopte. Mevrouw die had geen vervoersbewijs. Ja, meneer, we kregen iedere keer dat we een kaart wilden kopen. We hebben geen available products, ik kon niet een kaartje kopen. Oké, okay, en... Hier, ik probeer in de app, ik heb ook gevonden... Ik heb geen ik heb hier een account. Ik kreeg hier een kaartje voor de kopen, buy tickets. En ik kreeg geen available products, dus ik had niet echt een keuze. En wat voor app is dit? Het is de Red Barcode app. Okay. Waarop je de kaartjes kunt kopen. Hier, de barcode app. Want mijn telefoon doet het dus niet. En ik heb geen OV-kaart. Ja, nee. Maar je bent ingestapt bij een metrostation. Dan had je toch op dat station gewoon een kaartje kunnen kopen. Ze dacht helemaal ingestapt bij Laan van, nee, daar heb je geen, nee, nou ja, daar heb je niet zo'n... Ook daar staat een verkoopautomaat. Gewoon buiten? Okay, ja. Ja, ja, zeker. Kun je anders bij u een kaartje kopen? Nee, ja, ik verkoop geen kaartjes, ik verkoop alleen boetekaartjes. Soms zie ik mensen in de tram. Kunnen we niet een kaartje kopen in de tram? Nee. Niet bij de conducteur of zo? Nee. Mevrouw die was samen met een reisgenoot. Die gaf bij mij aan dat ze online een kaartje hadden geprobeerd te kopen, maar dat niet lukte. Nou, dat is natuurlijk heel vervelend. Maar op elk metrostation is een kaartautomaat. Dus ze hadden makkelijk op een andere manier een kaartje kunnen kopen. Dat hebben ze nu niet gedaan, dus dan neem je bewust de keuze om zwart te rijden. Ja, dan is dit de consequentie. Ik zie jullie nu uit de metro komen, zonder kaartje. Dat is niet toegestaan, daar ga je een bekeuring voor krijgen. Maar meneer, we hebben echt geprobeerd een kaartje te kopen. Ja, maar dat zeg ik, had het ook bij de automaat kunnen kopen. Ja, wij hadden gewoon haast. Ja, oké. Okay. Dat kan, maar dat is dan een keuze die je maakt. Je zegt, ja, we hebben haast, nou, dan stappen we toch maar in. Het is nu wel zo dat ik een bekeuring ga uitschrijven. Het enige verschil dat ik nog kan maken is als de bekeuring gelijk wordt betaald. Dan is die 40 euro. Oh, ik zei het niet, als ik hem naar huis opstuur, dan is die 54,50. Dus dat is de keuze die jullie hebben. Het was de jonge man zijn idee om geen kaartje te kopen voor de dame. Extra pijnlijk is dat hij zelf wel keurig is ingecheckt met zijn persoonlijke kaart. Hoe brei je dat weer recht? Nou, jij hebt gewoon uitgecheckt met je kaart. Ja. Nou, dan kan ik jou geen bekeuring geven, want jij hebt een geldige reis. Mijn idee is, ik ga de bekeuring voor haar op mijn naam nemen. Ja, maar dat kan niet, want jij hebt een geldige reis. Maar kijk, heb jij een anonieme kaart? Dan kan ik zeggen, nou, die was van haar. En dan heb jij geen geldig vervoersbewijsje. Ja, maar je bent daarmee ingecheckt. Dat gaat niet. Ik zal toch haar identiteitsbewijs nodig hebben. De bekeuring moet gelijk betalen. Ik ben het zat. Misschien geef ik jou terug. Heb jij je identiteitsbewijs bij je? Nee. Mevrouw die had geen identiteitsbewijs bij zich, dus ik kon de bekeuring niet naar haar huis opsturen. Dus wij hebben erop aangedrongen dat de bekeuring gelijk betaald zou worden. Dat is één goedkoper en twee, we kunnen het gelijk afhandelen zonder dat identiteitsbewijs. Nou, betaal die fucking bekeuring, dan kan ik er weg. Ik vind het niet oké, dat is echt super aan de lijst. Moet je naam worden uitgeschreven? Hij kan nu betaald worden, 40 euro. Ja, aan hem, betaal maar. Ja, ik heb nog steeds een druk op mijn rekening staan, dat zal niet worden. Ja, ik ben serieus. Dit was jouw fucking idee. Ja. Kan hij op haar naam uitschrijven naar mijn huis? Ik kan hem alleen maar op haar naam uitschrijven als ze een identiteitsbewijs bij zich heeft. En anders? Ja, anders niet. Waarom zeg je tegen mij dat wij dat dan doen? En dat je zegt dat als we een bekeuring ervoor krijgen... Ik betaal hem ook wel. Maar betaal hem nu on the spot dan? Nee, die had net niet genoeg geld op zijn rekening staan.
Mijn vrouw heeft uiteindelijk wat geld naar hem overgeschreven, zodat ze het complete bedrag in één keer aan ons konden betalen. Ja, nou, ik schrijf het betaalbewijsje uit. Dat is ook het kaartje waar je nog 2 uurtjes mee kan reizen. Alsjeblieft, deze kan je in- en uitchecken zoals een normale overchipkaart. De sfeer bij dit duo zal voor vandaag niet meer goed komen, gokken we zo. In Den Haag zijn handhavers Roy en Henk onderweg naar het centrum als hun oog op iemand valt. Onderweg naar de plek waar we eigenlijk onze surveillance willen gaan plegen. Daar ziet Henk een meneer op een bankje zitten, nou zo laveloos onderuitgezakt. Die is wel even de aandacht waard. Hey, goedemorgen. Hoe gaat het? Goed. Ja? Ja? Nou, zo zie je er niet bij. Nee. Nee? Ben je wakker? Ja. Ja? Ja, nu wel. Ja, daar gaat je bier. Bier? Nou ja, hij is toch leeg. Ja, nu wel, ja. Ja. Hey, meneer. Heeft u iets bij waar uw naam op staat? Want ik wil heel even weten wie u bent, als het mag. Ik kom net uit het hoofdbureau. Uit het hoofdbureau? Wat heb je daar gedaan? Zitten. Wat zei je? Zitten. Oké. Maar heb je iets bij waar je naam op staat? Zeker. Nou, dat wil ik graag even zien, als dat mag. Geef maar één mee. Dankjewel. Ik ben net al 10 minuten daarvoor aangehouden op het politiebureau. Ja. Bij Laak. Hier zo, hier. Bij Laak? Nee, niet bij Laak. Hier, bij het Centraal Station. Oh. Ik weet niet waar ze voor, ja, ben ik al aangehouden. Oké. Waarom? Als je dakloos bent, je straat op straat. Ja. Niet de juiste medicatie. Ja. Ik ben 10 minuten daarvoor, ben ik al aangehouden. Kan je interessant lopen doen? Nou, dat heeft niks met interessant lopen te doen te maken. Blijf rustig zitten. Jij op je gemak en ik ook. Trekken we meneer na, blijkt hij voor Laak. Dat is een stadsdeel binnen Den Haag. Daar heeft hij een gebiedsverbod lopen. En kijk je naar de registraties en dan is hij eigenlijk in heel Den Haag is hij bekend. Ik ben via de rechter vrijgesproken. Je bent vrijgesproken? Ja. Waarvan? Dat doet er niet toe. Doet er niet toe? Ik betaal vanaf mei 1995 alleen maar boetes afbetalen. Vanaf 1995 alleen maar boetes afbetalen? Ja, van dronkenschap en domme dingen. Daar bent u wel eens bij het leger zelfs geweest? Ik heb 5 jaar een woning gehad van leger zelfs. 5 jaar een woning gehad? En toch is het... Ik heb mijn haar gekregen. En toch is het misgegaan? Wat is misgegaan? Wat is mis? Ik weet het niet. Misgegaan moet je op boete afpakken, niet? Nee. Dit is wel weer zo'n schrijnend typisch geval van hè, wat moeten we ermee en wat willen we ermee. Henk die wil heel graag eigenlijk die meneer nog het hulp aanbieden. En op het moment dat Henk dat zegt, zegt meneer gewoon van ja, nee, maar ik help alleen mezelf. Nou ja, dan ben je eigenlijk ook wel klaar. Heer. Ja, dat is niet netjes. Sluit te gaan in. Nee. Die voor jou. Ja, alsjeblieft. Alsjeblieft. Ja. Hey, blijf. Heer, ik ga iets aan jou zeggen. Meneer. Ik ben helemaal op het dorp geweest. Deze. Nee, ja, hij lag te slapen. Dat is het enige wat hij aan overlast gaf momenteel. Achteraf worden we nog gebeld door de politiecollega van Overbos. En die geeft aan dat er een rechtszaak loopt tegen de meneer voor alle openstaande bekeuringen die meneer heeft. Die wordt in mei wordt die verwacht dat hij gehouden wordt. En dan gaan we kijken of we meneer op die manier de hulp in kunnen dwingen door hem klinisch op te laten nemen. Probeer wakker te blijven. Het zou zonde zijn als je wel weer gaat slapen. En niet van die rare dingen doen, niet zo vervelend doen. Dat heeft helemaal geen zin. Weet je, laten we het gezellig houden met z'n allen. Gezellig? Ja. Dan moet je bij Amalia zijn. Ja, oké. Okay. Nou ja, goed. Prima. Doe dat biertje even weg. Ja, is leeg. Ja, is leeg. Nou, gooi hem dan gelijk in de prullenbak. Ja, moet je op een podium zijn. Ja. Nou ja, weet je, aan de overkant is dadelijk een prullenbak. Als je dadelijk wegloopt, gooi hem daar even weg. Ja? Ja? Doe je voorzichtig. Fijne dag nog. Rustig aan, chef. Rijstje. De handhavers vervolgen hun weg. Al snel weer iemand die opvalt, ook nu weer tijd voor een praatje. Goedemorgen, meneer. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het? Ja? Ja? Zo zit je er niet bij. Huh? Zo zit je er niet bij. Ik wil helemaal niet met je praten dan. Je wil niet met mij praten? Hoezo niet? Gewoon niet. Oh, nou, dat vind ik toch wel jammer. Want ik wil toch wel gewoon even met jou kunnen praten als ik mag. Ik wil niet praten met jou praten. Bij deze houdt het niet op. Oké. Okay. Nou, blijf dan wel wakker. Anders slapen. Nee, maar je was net wel anders behoorlijk ver weg even.
Hè? Je gaat toch nog met mij aan het praten, hè? Ja. Maar jij praat toch ook tegen mij? Is toch netjes dat ik dan antwoord geef, of niet? Oké. Okay. Nou ja, goed. Hé, luister, vriend. Dan praat ik tegen jou, hoef je niet terug te antwoorden. Dan doen we het op die manier. Als ik dadelijk terugkom en je ligt wel te slapen, hebben we een kleine uitdaging. Want dan maakt het me gereed uit of er een camera bij is, ja of nee. Is dat goed? Knik even als je me begrijpt. Dan hoef je ook niks te zeggen. Top. Ja, ik zou even binnenvragen of die voor overlast zorgt. Ja. Hoi, alles goed? Ja, kom met jou. Ja, goed man. Wat is er gebeurd dan? Nou, niks, maar er zit een meneer zit hier bij je voor de deur. En ik wilde even vragen of jij daar last van had of niet. Ja, hij is wel vervelend soms, maar hij is wel gewoon rustig gewoon. Vergeleken met die anderen is hij wel rustig gewoon. Gewoon lekker laten zitten? Ja, daar ga ik hem wel even zeggen van, hey, wel voor opstaan is niet zo netjes voor de winkel. Maar hij luistert wel altijd wel gewoon. Top. Ja? Maar ik denk, ja, kom even vragen of je er last van hebt. Jij hebt wel gelijk. Is goed, man. Hey, zijn jullie aan het filmen? En zo is ook hier alles opgelost met een praatje en in goed overleg. Yes? Hey, laters. Handhavers Joost en Amy nemen een kijkje bij de molen in Leiden. Er mag hier gerecreëerd worden, maar dan wel zonder alcohol. In Leiden is zo geregeld dat een alcoholverbod is. Je mag niet drinken binnen de singles en in het stationsgebied. Doe dat wel en dan riskeer je een bekeuring van €100 plus 9 administratiekosten. Goeiedag. Maar even blijven staan. Heb jij niet even bij je? Ja. Oké. Mag ik die even hebben van jou? Nee, je mag zelf je ID-bewijs even pakken. Waarom? Je hebt een jointje in je hand. Ja. En een biertje in je hand. Ik heb je zien drinken. Je mag niet drinken, geen alcohol drinken binnen de singles in Leiden. Ja, wat doe je? Drinken. Ja, die krijgen ook een bekeuring. Ik wil nu van ID-bewijs van je zien. Ja, maar geen probleem. Ik heb van jou, heer, meneer. Je moet zelf even uit je portemonnee pakken. Anders gaan we misverstanden krijgen. Dat wil ik niet. Ja. Ja, wat is dat dan, beste? Ja, dat zeg ik tegen je. Je mag niet drinken in Leiden. En dan ineens zet de man het op een lopen. Joost maakt zich niet druk. Hij heeft tenslotte het ID-bewijs van de man in zijn bezit. Hoop ik niet dat hij zijn blikje in het water gooit, dan krijgt hij die ook. Joost besluit toch maar even richting de man te lopen, die echter weer de benen neemt als Joost dichterbij komt. Ik heb zo'n idee, hoor. Hallo. Ik heb zo'n idee, dus ik kan hem niks maken. Ja, ik heb dit gewoon zijn idee, maar hij gaat wegrennen. En hij voor mij zijn blikje ook in het gras gegooid. Dus, maar ik heb zo'n idee. Had hij nog één in zijn hand? Ja, ik wilde deze meneer eigenlijk staande houden. In zaak alcohol drinken binnen de singles, waar ze niet toegestaan. Nou, deze meneer die had geen zin in mij, ik weet het niet. Dus hij is nu weg. Ik heb wel zijn ID-bewijs. Dus ik krijg van mij sowieso een bekeuring. En dan mag hij zijn ID-bewijs op gaan halen bij het gemeentehuis. Na een minuut of 10 keert de man dan toch maar weer terug. Met corona, je gaat mijn moeder mee doen. Ik heb me verraten. Je moet gewoon even wachten. Ik moest net op jou wachten toen je wegliep. Kom niet, fucking. Nee, ik moet net op jou wachten. Dus jij wacht nu gewoon even op mij. Meneer, wilt u een verklaring afleggen? Ben niet het antwoord. Nee, nee, geen probleem. Klaar. Ik ben klaar. Eén keer. Klaar? Ja. Klaar. Kijk eens. Alsjeblieft. Fijne avond. Dankjewel. Dankjewel. Goeiedag, dames en heren. Allemaal Nederlands? Kijk, dat is mooi. Zoals je misschien gemerkt hebt met de buren, is het niet toegestaan om alcohol te drinken. We hebben het niet gezien, dus daar hebben jullie geluk bij. Maar er staat een hele mooie car met van alles en nog wat. Stop het weg. Ergens of één tip, ga aan de andere kant zitten, dat is buiten de singles. Dan krijg je van mij een vrijkaart. Dus voor de volgende keer, dit is het centrum, aan de overkant niet. Aan de overkant mag je drinken en hier niet. Dus maak een keus. Fijne avond nog. Deze groep respecteert de regels, maar sommigen zijn hardleers. Zeker vind. Ja. Je zit voor je noes hier. Wat zit daar? Ik vind geen Fanta, geen cola. Ik vind het nergens op slaan dat jij na 3-4 keer aanspreken nog niet begrijpt dat je hier geen alcohol moet drinken. Kijk dat. Dat vind ik pas nergens op slaan. Ja? Jullie mogen naar huis.
En ik betaal die boete gewoon, geen probleem. Dat is goed. Maar ik woon hem niet thuis. Ik moet even wachten. Ja? Dat vind ik echt oneerlijk, mevrouw. Dat kan. Zie je voor een os? Dat kan, maar dat heb ik niet gezien dat ze drinken. En bij jou wel. Nu loop je in beeld. Het park wordt verlaten. Joost en Amy gaan langs andere locaties die de aandacht verdienen. Ik heb een beter eentje niet. Nee. Dat mag je controleren. Je hebt scooters. Dit is de Haarlemmerstraat. Hier zijn eigenlijk geldt hier een voetgangersgebied. De scooters en snorfietsers en brommers zijn niet toegestaan. Laatst had heel erg veel meldingen vanuit ondernemers en mensen die hier winkelen of 's avonds hier lopen over de scooters en brommers die met hoge snelheid hier door de straat heen komen. Dus vandaar dat we hier wat extra op controleren. De handhavers staan enkele minuten te posten als de eerste overtreder zich aandient. Goeiedag. Wilt u uw contact even uitzetten? U mag hier niet rijden. Heeft u misschien een rijbewijs bij u? Sorry, I am not speak. I am new in Nederland. You can drive here with your scooter. Do you have a driver's license with you? That's okay too. Better. Thank you. You're getting a warning from me because you were driving here while you're not allowed to drive here. So you go there, yeah? Then you can drive. Okay. Yes? Thank you, bro. Okay. Have a nice evening. Bye-bye. Meneer komt hier niet vandaan. Dus ik heb hem een waarschuwing gegeven en de regels uitgelegd. Dus vandaar dat ik het bij een waarschuwing laat. Heeft meneer via Google Translate toch nog een vraag? Bye. Nee, hij vroeg mij niet mee uit. Hij vroeg of het geld ging kosten. Toen zei ik nee en toen was hij erg blij. In Leiden gaan handhavers Johan en Daphne een kijkje nemen bij een appartementencomplex. Er zijn klachten over een nogal ongelukkig geparkeerde hoogwerker. Wie de melders zijn, wordt al vrij snel duidelijk. Waar maakt de maat foto's van? Wij hebben gebeld. Wij hebben gebeld. U heeft gebeld. Ja. Ja, deze die moet in principe, daar moet je voor betalen. Dus dat moet ze morgen even uitzoeken. En wij gaan morgen dat bedrijf bellen om hier niet meer neer te zetten of zo. Hij stond hier vanmorgen om 9 uur al. Oh, dat is raar. Hebben ze hem niet gebruikt? Kom even naar beneden. Is goed. Mijn meldster die woont hierboven in die flat. Die stond net op het balkon te roepen dat hij er vanochtend om 9 uur stond. Deze hoogwerker, nou, ik neem aan dat je een hoogwerker die kost best wel geld per dag. Dus dan moet je hem ook gebruiken. Dus ik wil eigenlijk weten van die vrouw of die wel gebruikt wordt. Maar vanochtend om 9 uur stond hij al hier. En dan zou je de hele dag zonder dat ze er iets mee doen zo staan. Dat lijkt me wel apart. Alleen ja, er geldt hier een gele streep, dan mag je dus niet parkeren. Maar het is natuurlijk het is geen tractor. Tractors tegenwoordig kentekens en hoofdwerkers niet, want die worden met een dieplader weggehaald. Maar we gaan het bedrijf informeren als ze hem niet meer gebruiken s'avonds. Als ze hem even ergens anders positioneren. Dan mevrouw. Meneer Steenbergen, ik heb gebeld. Wij hebben vanmorgen gebeld. Hij staat hier al 4 weken, hè? Maar hij staat hier. Toen staat er 4 weken die container. Ja. We hebben gebeld, hè? En ze zei, we hebben geen tijd. Nee, of kom, deze wordt het de volgende week. Hij zit wel aardig vol, hè? Ja, maar dat is van die van 4 hoog. Dat huis is leeg. En die heb ik aangehouden. Dat huis is leeggehaald. Ja, die mevrouw heb ik aangehouden. Ik zei, hebben jullie nou gebakt? Dat hij staat 4 weken daar. Hij neemt 2 plaatsen in beslag. En dan gaan ze hem hier vanmorgen neerzetten. Ja. Want als er brand uitbreekt. Ja, dan heb je wel een uitzending. Kan die brand weer hier ook niet langs? Zitten allemaal mensen hier van 70 jaar? Snap ik. Ja, moet gewoon door. Maar ik ga even bellen naar de gemeente. Nou, voor die container wordt morgen actie ondernomen door de collega's. Die gaan bellen met Van Leeuwen containers. Die gaan dus zeggen, joh, hij is eigenlijk wel vol genoeg, die moet gewoon weg. Ja. Met dit bedrijf wordt morgen contact gelegd om hier even weg te halen, want die niet hier gaat staan. Dat kan niet. Hebben ze hem wel gebruikt vandaag deze? Nee, ook niet. Nee. Ook ze hebben hem hier vanmorgen neergezet. Twee parkeervakken ook niet. Maar hij heeft de hele dag gestaan. Ze hebben hem hier neergezet. Dat kost wel geld. Die man is weggerold. En ik heb niet meer gezien, toen vraag ik het aan die schilders. Blijft hij hier staan? Want hij staat wel in de weg voor de brandweer. Ja, dat begrepen ze. Ik zie daar een bouwsalage. Ja, dat zijn hier van 3. Ik neem aan dat ze wat gaan doen ermee. Ja,
Maar zet hem dan op de stoep. Nou ja, weet je, een stukje op de stoep. Ja, dat kan wel, een stukje op de stoep en een stukje, maar dan krijg je daar meer ruimte. Ja. Want dan kan ze die hunkamer schilderspullen brengen, die meneer. Nou, die moest daarheen lopen, want hij kon er met zijn bus ook niet langs. Nee, helder. Nou ja, als er een grote busje komt, dan, of een grote taxi, dan moeten mensen opgaan. Nou, ik ben blij dat jullie gekomen zijn, want wij hebben tenslotte vanmorgen gebeld. Oh ja, hij is best groot. Toch te lang. Ik kan hem nu niet weghalen. Nee, maar hij stond hier vanmorgen om 9 uur al, hoor. Helder. Hij staat hier al de hele dag. Kijk, hij wordt natuurlijk bedrijf Burgers, die vuurt alleen maar die dingen. Dus wij gaan vragen aan hun of zij willen bellen met degene die hem gehuurd heeft. Of die hem weghaalt. Want het bedrijf zelf die verhuurt die hoogwerk wel. Maar die weet dan niet waar hij dan precies staat. Nee. Maar die gaan wel in ieder geval de schilders of... Ja. Nou, we zijn bij die schilderkeut geweest en die zeggen dat hij niet van hem is. Dat hij niet van hem is. De schilders zeggen van niet. Ja, nou weet ik het dan ook niet. Nou, meestal kost dat een hoop geld per dag. Dus ik neem aan dat ze er wel iets mee gaan doen. Maar dat bedrijf die hem verhuurd heeft, die weet wel aan wie ze hem verhuurd hebben. En die gaan contact nemen met ze. Okay. Om weg te halen. Oké, okay. Nou, we blijven blij dat jullie gesproken hebben. En blij dat we gebeld hebben. En bedankt, hè? Dag, meneer. Ja. Oké, okay. En nogmaals bedankt voor het gesprek. Fijne dag. Fijne avond. De melders zijn gehoord en het probleem heeft de aandacht. En dat doet de bewoners goed. Johan zal het bedrijf contacten, zodat de hoogwerker snel kan worden verwijderd. Door naar handhavers Roy en Henk. Zij zijn onderweg naar een straat waar nogal eens geparkeerd wordt, terwijl dat niet is toegestaan. Het zorgt voor veel hinder. Dus voelen hoe koud of warm die is. Zullen we het eens doen? Voor de geheim. Vertekent natuurlijk wel een beetje door de zon. Hij is wel warm. Dan staat hij er dus nog niet zo lang. Hij staat er nog geen half uur in ieder geval. Nee, daarom. Nou, ga gewoon langzaamaan beginnen. En komt hij, dan komt hij. Heeft hij heel veel mazzel? Misschien. 32. Moet even een kaartje erbij doen. Oh ja, dat is tegenwoordig ook zo, hè? Ja. In principe zeg ik zelf de behandeling. Ja. Staat er even zo. Ah. Moet ik deze ook doen of maak jij hem? Ja, maak ik het kaartje voor je in orde. Een eigenaar kan niet worden aangesproken en dus gaan beide voertuigen op de bon. Even verderop, weer een fout geparkeerd voertuig. Je gaat weg. Ja, ik heb het. Ja? Ja, helemaal goed. Waar moet ik zijn? Nou, ik zag een schilderij eruit halen. Nou, ga ik eens even kijken. Een van de twee auto's die aan deze kant staat van u? Ik ben een schilderij onder, ik zet net een paar schilderijen in. Oké. Okay. En dat is niet deze zwarte, maar die ervoor staat. Oké. Okay. Maar goed, als u aan het laden los bent, dan snap ik dat heel goed. Dan ben ik in principe nog. Ja, maar u heeft nu koffie in uw handen, dus dat is niet meer laden en lossen. Dus als we hem even weg wil halen, want mensen die met een rollator er langs moeten, dat wordt wel een beetje lastig. Zullen eens kijken wat erin ligt? Ja, doe eens. Een stukje verder dan links. Ja, nee, helemaal rechtdoor. Gewoon naar het einde helemaal rechtdoor. U mag ook eerst naar links. U mag straks ook naar links, dat is ook geen probleem. Ja, ja. Graag gedaan. Zullen we eens even kijken waar die thuis hoort. Een beetje doe het zelfspul en een rollator. Wat zei je? Een beetje doe het zelfspul en een rollator. Is toch wel knap? Maar ik ga gewoon, hey, net zo met die andere, ik ga gewoon langzaam beginnen. Komt hij dan? Serial nummer 182. Ja, 182. Ja, dat is daar. Ja, die had ik gezien, want het liep net langs. Ja. Ja, vriend. Ik geloof je gelijk, Henk. Heb jij een tijdstip van mij? Als jij 2 seconden hebt, heb ik dat zeker voor je. 11:25. Dus jij het kaartje onder de uitleg? De eigenaar van dit voertuig laat zich niet zien en dus is de boete bij deze gegeven. Dat doe ik toch altijd, Henk. Tot 11:30 mag je in de binnenstad parkeren om te kunnen laden en lossen. Maar die tijd zit er nu op. Al snel weer een voertuig zonder bestuurder. Jij wil een kaartje? Als dat mag. Help erin, dat ik straks even een zootje kaartjes bij me steken. Ja, dat is prima. Ga je dat niet vergeten? Als jij het niet vergeet. Dan vergeet jij het ook niet. Sorry, daar kijk ik alleen maar om lachen. En ook deze bus staat verkeerd. Er is geen bestuurder. Of toch? Ik
It's yours. I have loading here. Yes, but you had until 11:30. What? You had until 11:30, and it's now 14:45. Yeah, but my firm have problem. I understand, but again, you had till 11:30, and that time has passed long overdue. That's been more than 3 hours. I know, but I call in my firm. Yeah. He don't understand what we do. Don't losing me. Okay. What we do? Okay, listen. What we do? Okay, listen. You're finished now with loading. Then for now you're very lucky. Because I wasn't finished yet. But then you have to go into the store, get those boxes that you need to get, and then you need to get out. I get that very fast, very fast. Enjoy your day. Als die echt uit Polen komt, dan vind ik dat nog wel een dingetje. Ja, weet je, als je wat file gehad hebt, dan... Nou, helemaal. Dan kun je een stief kwartiertje te laat komen. Moet je voorstellen dat je bij Krakau in de file komt te staan. En zo ontsnapt deze chauffeur aan een sanctie.